Van harte welkom in het Oba Theater in Amsterdam namens de werkgroep Caribische Letteren en de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Vandaag staat op het programma de zesde Colas de Broodlezing. En die wordt gegeven door Tessa Leuscha. En hoe gaan we dat nu doen? U weet allemaal, we hebben een bijzondere situatie in de hele wereld. Dus we hebben moeten roeien met de riemen die we hebben. En wat houdt dat in? Dat betekent dat we straks een live verbinding gaan hebben met Tessa Leuscha, maar dat we haar lezing al hebben laten opnemen in Suriname. U krijgt daar een prachtige beelden van te zien zo dadelijk. De werkgroep Caribische Letteren organiseert deze lezing om de twee jaar. We zijn toen begonnen met Derek Walcott, de Nobelprijswinnaar van St. Lucia. Daarna hebben we de Cubaanse Ana Menéndez gehad, Antoine de Kom, Karen Amat Moukrim en de laatste die hem gaf was Stefan Sanders. Daarnaast hebben we ook nog een reeks lezingen in Leiden. Dat zijn meer wetenschappelijke lezingen, de Rudolf van Lier lezingen. En dan hebben we natuurlijk onze jaarlijkse Caribische Letterendag. Maar ook die verschuift dit jaar, moet wel verschuiven, want dat is een groot gebeuren, naar volgend jaar. Goed, wie hebben we hier in het theater? Tanja Jatnaland Singh, van harte welkom. Tanja, stadsvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. En ja, iemand die ook altijd natuurlijk ontzettend betrokken is geweest bij allerlei vormen van cultuur. Ja, klopt. En als het gaat om literatuur en boeken, dan weet ik dat mijn vader vanaf klein tegen mij heeft gezegd, als je boeken hebt en je leest de hele dag, heb je altijd vrienden bij je. Dus dat is wat ik heb met boeken. Ik ben grote liefhebber van lezen, van literatuur en vooral van Caribbean en Latijns-Amerikaanse literatuur. Dus ik zit hier helemaal op mijn plek. Je zit helemaal op je plek, zonder meer. En bovendien, ja, je mag toch wel bij de fanclub van Tessa Leuscha gerekend. Oh, maar zeker. Ik heb haar voor het eerst ontmoet 27 september 2015 bij Vereniging Ons Suriname. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daarvoor had ik niets van haar gelezen. Kende ik ook haar helemaal niet. Ik moest invallen als presentator. En toen heb ik heel snel het boek gelezen. En dat was Fancy's Stilte. Ja. En ik werd bevangen door de manier waarop zij schrijft. De manier waarop zij het koloniaal verleden heel klein maakt, dichtbij haarzelf, dichtbij haar verhalen. En vervolgens het veel groter maakt door het debat niet te schuwen. En die combinatie die vind ik bewonderenswaardig. Ja, precies. Laten we kijken hoe dat straks gaat gebeuren, ook in de lezing die ze gaat geven. Kort over Tessa, u heeft één titel gehoord, Fancy's Stilte, dat is haar laatste roman. Maar zij heeft al een reeks boeken inmiddels op haar naam staan. Ze werd geboren in 1967 in Amsterdam uit een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Ze heeft gymnasium gevolgd en toen een opleiding toeristisch management gedaan en ook nog Engels gestudeerd. Toen ging ze werken in de reiswereld en daar kwam een boek uit op verzoek van een uitgever, namelijk een reishandboek Suriname. En toen had ze inmiddels de smaak te pakken blijkbaar van Suriname. Want toen begon ze ook nog proza te schrijven. En dat heeft geresulteerd dus in drie romans inmiddels. Solo, een liefde, Fancy Stilte. Maar haar debuut was in 2005 de Parbo Blues. Nou, die boeken, allemaal uitgegeven door uitgeverij Augustus. Die, en dat is ook bijzonder voor vandaag, worden vandaag nog uitgebreid met een nieuwe titel. Dus het is tegelijkertijd ook een boekpresentatie op afstand. Straks gaat u natuurlijk Tessa Leuscha wel live zien. En het bizarre doet zich nu voor dat wij al een boek dat gedrukt is in de hand hebben. En zij daarginds nog niet. Dus ja, dat komt natuurlijk nooit voor. De auteur is altijd degene die het eerste exemplaar uiteindelijk ziet. Goed, wat heeft Tessa nog meer gedaan? Ze is inmiddels ook werkzaam als cineast. Ze heeft een documentaire gemaakt over het dilemma van Marons die vasthouden aan tradities of juist meegaan met westerse invloeden, moderniteit. Frits de Gids, in 2018 is die vertoond. We gaan nu naar de zesde Colas de Broodlezing. U ziet Tessa Leuscha in Suriname. De opnames zijn gemaakt door Jamie Risso Simito. Ik ben een schrijver en ik hou ervan verhalen persoonlijk te maken. Ik ben ook een kind uit twee landen, Nederland en Suriname. En ik wil jullie graag vertellen hoe ik in beide landen mijn helden vond en waarom dat voor mij belangrijk is. Ik groeide op in de jaren 70 en 80 in Amsterdam
En zoals dat vaker gaat in gezinnen, bepaalde ook in ons gezin, mijn moeder thuis, de gang van zaken. Wij aten spruitjes, witlof en draadjesvlees en we spraken Nederlands met elkaar, ook al was mijn vader een Surinamer. Van mijn vaders land wist ik weinig. In mijn klas op de lagere school hing een wereldkaart en op een dag bleef mijn blik haken aan Suriname. Een groen ingetekend land met bovenaan een rood vierkantje, de hoofdstad Paramaribo. Tot dan toe had ik vreemd genoeg gedacht dat Suriname alleen uit die stad bestond. Niemand had me ooit echt iets over het land verteld en ik zag er ook geen foto's van. Mijn vader en zijn broer en zussen waren allemaal naar Nederland verhuisd. Als ze al naar Suriname teruggingen, maakten ze alleen kiekjes met familieleden. In hun gestreken kleding, voor een palmboom, maar meestal gewoon in huis of op het terras. Toen ik een keer vroeg naar foto's van de omgeving, kreeg ik te horen: van Suriname? Wat heb je daar nou aan? Er valt niks te zien. Suriname is een kapotte plantage. Ik was een kind en nam het voor lief. Suriname werd voor mij dat land waar ik half vanaf stamde, maar dat blijkbaar niet de moeite waard was om over te vertellen. De wereld waarin we nu leefden, die was pas echt belangrijk. Met fietsen en grachten en kaas, veel kaas. Ook de Surinaamse taal, het Sarang Tongo, bleef voor mij schimmig. Sprak mijn vader in onze bovenwoning met zijn vrienden Surinaams aan de telefoon, dan klonk dat extra warm en gezellig. Hij was chauffeur bij de gemeente en droeg in de winter lange kousen tot over zijn knieën. Ook thuis aan de Amstelkade kon het fris zijn. Alleen in de woonkamer stond een kachel. Vanwege de tocht moest de kamerdeur steeds dicht blijven. Het enige Sarang Tongo dat ik van pa opving was Tapadoro. Doe de deur dicht, omdat hij zich een keer tegen mijn moeder versprak. Trots op mijn mondje Surinaams zei ik dat weer tegen mijn broer. Tapadoro. Maar toen mijn vader dat hoorde, werden zijn ogen groot. Praat fatsoenlijk, zei hij streng. Ik voelde haarfijn aan wat hij daarmee bedoelde. Praat Nederlands. En pas veel later begreep ik de achtergrond daarvan. Mijn vader was opgegroeid in een kolonie die ondergeschikt was aan het moederland. Dat al het goede alleen maar uit Holland kwam, daarin was hij ook zelf gaan geloven. Al sprak hij bij lange na niet perfect Nederlands. De dokter noemde hij Stefans dochter. Hij zei altijd jawel in plaats van gewoon ja. En duwen, dat was voor hem stoten. Als kind pikte ik dus op dat je met Surinamers zijn maar liever niet te koop liep. Rond de onafhankelijkheid in 1975 trokken steeds meer Surinamers naar Nederland. Maar daarvan zag je weinig terug op tv of in tijdschriften. De beroemde bokser Muhammad Ali zei: "Even Tarzan, king of the jungle in Black Africa, he is white." In Amerika was de burgerrechtenbeweging actief, terwijl in Nederland segregatie lang niet zo openlijk plaatsvond. Mijn broer en ik, wij lazen Kuifje in Afrika en in december keken we uit naar Sint en Piet. De enige tijd van het jaar waarin we opeens wel van de grond mochten eten. In dat milieu groeide ik op en het leek volkomen normaal om deel te zijn van twee werelden. De eerste wereld, die van mijn moeder, en een tweede, meer verborgen wereld van mijn vader. Maar er veranderde iets toen mijn vaders jongere neef uit Rotterdam op bezoek kwam. Neef John had een waanzinnige afro, terwijl ik op mijn 16e verlangend naar een paardenstaart mijn haar had laten streten. En John droeg een lange leren jas, een broek met wijde pijpen en laarzen tot aan zijn knieën. Uit zijn autoraam klonk slepende Motown-muziek. Wij woonden in de deftige rivierenbuurt, waar geen enkele andere Surinamer woonde. Ik heb me later laten vertellen dat dit kwam vanwege een spreidingsbeleid van de gemeente Amsterdam. Van ma moesten wij stil zijn op de trap en de buren met twee woorden groeten. Pa luisterde naar jazz met zijn koptelefoon op. Maar met John in huis klonk er opeens muziek door de kamer en hard gelach. Ik spiekte naar John, hoe hij met een zakmes een sinaasappel schilde. Al wist ik verder niets van hem, ik keek naar hem op. Hij gedroeg zich niet vernederlandst, zoals wij. Neef John werd mijn held. In die tijd leerde ik Astrid kennen. Bij haar thuis rook het altijd lekker naar Surinaams eten en ze nam me mee naar een feest in de Bijlmer. In het zaaltje dampte stoom tegen de ramen. Ik keek mijn ogen uit. Zelden had ik zoveel Surinamers bijeen gezien. Hutje mutje dansend op platen van Lieve Hugo, een populaire volkszanger.
Als hier een pot met bonen staat, staat daar een pot met brie, schalde uit de boksen. Later las ik dat lieve Hugo 10 dagen voor de onafhankelijkheid van Suriname was overleden. En dat, toen hij al ziek was, hij ook dit liedje had gemaakt. Na Fusaide Mimus Dirre. Waarom moet ik doodgaan? Hij had het geschreven in het Sranang Tongo, in de taal waarin hij dacht en voelde, niet in het Nederlands. Ik begon meer over Suriname te lezen. Je had er plaatsnamen als Domburg, Groningen, Alkmaar en Nieuw-Amsterdam. En vanuit Suriname waren eeuwenlang producten zoals koffie, cacao en suiker naar Holland verscheept. Maar ik realiseerde me dat er omgekeerd ook iets naartoe was gebracht. Iets ontastbaars, namelijk de Nederlandse taal. En ik begon te begrijpen hoe omvangrijk en ingrijpend dat was. Hoe een aangenomen taal bijdraagt aan een aangenomen identiteit. Mijn vaders leentaal, die hij hanteerde met al zijn imperfecties en met zijn ronduitgesproken wees, had hem bij voorbaat een achterstand opgeleverd. Maar daar, in dat dampende zaaltje in de Bijlmer, waren we ook aan het swingen op wie na familie mang. Wij zijn familie. Het was de eerste keer dat ik iemand zich met zoveel trots over Surinamers hoorde uitlaten. Zing het nog wel. Lieve Hugo werd mijn held. Halverwege de jaren 90 kreeg ik het verzoek een reisgids over Suriname te schrijven. De uitgever had Surinaamse vrienden en uit dat land kwamen volgens hem de beste bami en roti. Dat de gids geweldig zou verkopen, daarop hoefde ik niet te rekenen. Suriname was voor de pionier, zei hij, en die waren schaars. Ik dacht, dit is mijn kans mijn vaders land te ontdekken. Ik tekende een contract en ik vertrok. Inderdaad kwam ik aan in een kapotte plantage. In Paramaribo zaten de straten vol gaten, panden waren vervallen en auto's met deuken reden nog gewoon rond. Verder leek iedereen onderweg om een pakket op te halen, gepost door familie in Nederland vol toiletpapier en blikken bruine bonen. Maar ik ontdekte ook een andere kant van het land. De overweldigende natuur en Surinamers zijn goedlachs. Wie niet was vertrokken, had leren buigen en wenden. Een volk van hosselaars, scharrelaars en marskramers. Al die creativiteit en levenslust tegen dat schitterende landschap, dat had ik nergens uit meegekregen. Ook journalisten hielden het op het eendimensionale narratief van de armzalige ex-kolonie. En Suriname zelf had de blik nog steeds gericht op dat oude moederlandje aan de Noordzee. Een eigen identiteit, welke dan ook, leek telkens opnieuw te moeten worden bevestigd. Op schoolpleinen klinkt dagelijks het volkslied, in het Sarang Tongo en in het Nederlands. De Nederlandse versie vond de klink als een gebed. God zij met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Ik had de indruk dat het Nederlands werkte als de schil van een ui. En dat onder vele lagen een krachtige eigen kern school. Want in het Sarang Tongo klonk het volkslied opeens veel pittiger. Daadkrachtig. Het lot van het land werd in eigen hand genomen, niet overgelaten aan God of aan Nederland. Oppo kondremang un oppo, sranangrong ekari un. Sta op, landgenoten, sta op, Suriname roept ons. Opgestaan waren landgenoten overigens al veel eerder. Ik had ook gelezen over van plantages gevluchte slaven, Marons genoemd, die opstanden hadden ontketend. De Marons waren berucht en gevreesd, maar in werkelijkheid misschien gewoon wanhopig en bang. Hun leiders, Bonnie, Jolicoeur en Baron, werden mijn helden. Na de publicatie van de reisgids besloot ik in Suriname te blijven. De situatie in het land zakte na een korte opleving weer terug. Er is corruptie. Er is torenhoge inflatie. Waardoor een zak rijst voor veel mensen de ene dag nog betaalbaar is en de andere dag niet meer. Er is vriendjespolitiek. En er zijn machtige mannen die machtige mannen dingen doen om hun macht te behouden. En toch wilde ik proberen om een roman te schrijven die een andere werkelijkheid zou laten zien. Vanuit het individu, wiens bestaan altijd complex en veelzijdig is. Zoveel meer dan ellende alleen.
Net zoals dichters en schrijvers voor mij, wilde ik een waarheid weergeven waar ook plek is voor schoonheid, liefde en verlangen. Lange tijd waren de enige bronnen waaruit onderzoekers en schrijvers konden putten, die van kolonisten en ontdekkingsreizigers. En ik denk dat hier die eenzijdige blik op Suriname moet zijn ontstaan. Dat land waar geoogst en gehaald werd. En toen de buit op was, leek vrijwel niets nog de moeite waard om notitie van te nemen. Dat mijn roman werd uitgegeven vond ik geweldig. En helemaal vereerd was ik toen hij werd genomineerd voor een prijs. De prijsuitreiking gebeurde in Antwerpen. En omdat ik er niet bij kon zijn, werd ik telefonisch geïnterviewd. Ik zei dat de Nederlandse literatuur verder reikte dan de Europees-Nederlandse landsgrenzen. Dat er ook op de Antillen en in Suriname in het Nederlands werd geschreven, doorgaans blinde vlekken voor de Nederlandse en Vlaamse literaire wereld. De presentatrice viel even stil en zei toen: "Allee, gij met dat boek van u, gij hebt niet gewonnen. Daarom zijt gij zo verontwaardigd." Ze had mijn opmerkingen opgevat als kritiek, niet als een nieuw inzicht dat ik haar probeerde aan te reiken. Uit de zaal klonk een bulderend gelach, de lijn verbrak. Ben ik dan compleet vrij van vooroordelen? Tot slot dit verhaal. Cyrano, mijn wederhelft, beheert een kleinschalig toeristenoord op een eilandje in het boven Suriname gebied. Dit is het tropisch regenwoud en hier wonen in dorpen langs de rivier de Samaka, nazaten van gevluchte Marons, slaven. Vanuit het dorp dan kwam een keer een jongen naar het oord geperreld die zich in goed Nederlands voorstelde als Frits. Hij vertelde dat hij een paar jaar in Paramaribo had gewoond, maar daar was het leven hem te duur en te ingewikkeld. Nu was hij terug in zijn dorp en op zoek naar werk. Cyrano gaf hem wat klusjes die Frits gretig en energiek aanpakte. In de middag vroeg Frits of hij onze grasmaaier kon lenen. Het gras op het voetbalveld in Dan stond hoog, niemand die er wat aan deed. Net als Frits zelf vroeger wilde zijn leeftijdgenoten liever zo snel mogelijk uit het gebied weg. Destijds werkte ik in Dan samen met andere vrijwilligers aan het opknappen van een gebouw om dat in te richten als mediatheek. Door heel Suriname wordt er op scholen in het Nederlands lesgegeven. Knap lastig voor kinderen die thuis Saramakkaans spreken. Die situatie had me doen denken aan mijn vader. Saramakkaanse jongens komen meestal terecht in de houtkap of goudwinning. Meisjes krijgen rond hun 16e kinderen. In de mediatheek zouden de leerlingen ook na schooltijd Nederlands kunnen lezen en horen. Zo hadden ze meer kans op vervolgonderwijs, hun enige strohalm, redeneerde ik. Toen het gebouw klaar was en we met de dorpelingen de tafels en stoelen naar binnen zouden, hielp Frits niet mee. Hij was inmiddels gids in opleiding en vertelde de toeristen over de jacht en hoe olie uit maripa-vruchten te persen. Al gauw kreeg hij de bijnaam Frits de Gids, maar dat beviel hem niet en na een tijdje deelde hij stellig mee dat hij voortaan Aquavissi heette. In zijn taal betekent dat hij die vooruit gaat. En hij begon zich traditioneel te kleden met een kleurrijke doek over zijn schouder. Hij deed het goed. Van het geld dat hij verdiende liet hij een boot bouwen en binnen een jaar hield hij er een transporthandeltje op na. Zijn vrienden begonnen naar hem op te kijken en ik ook. Tot mijn schaamte was ik ervan overtuigd geweest dat iemand als Frits zich alleen kon opwerken door onderwijs. Nederlandstalig onderwijs. Jongeren hadden beslist baat bij de mediatheek, maar ik was blind voor mogelijkheden die voor Frits een stuk dichterbij lagen en daardoor natuurlijker waren. Maar Aquavissi had zijn tijd niet verspeeld met dromen van een ander, beter bestaan. Hij wist wie hij was en wat hij kon. Aquavissi werd mijn held. Ik besloot een documentaire over hem te maken, omdat hij het had aangedurfd om tegen de stroom in te zwemmen en zijn eigen cultuur en tradities te omarmen. En via hem kon ik een nog groter verhaal vertellen over het recht om jezelf te zijn. Ik denk dat we met z'n allen een universele verplichting hebben om dat recht te onderschrijven. Dat we met een wereld vol unieke individuen beter af zijn dan met een wereld vol klonen gemodelleerd naar een superieur model. Zonder dat hij het wist, had Aquavissi, hij die vooruit gaat, mij gewezen op mijn bekrompen denkbeeld. Hij had me een les geleerd over de waarde van rolmodellen. Zij die voor de troepen uitlopen,
over het belang van helden, hoe groot of klein die ook zijn. Nou, prachtige lezing, denk ik. Actuele lezing ook. Ja, ja. Lezing die, die iemand niet plaatst tussen de culturen, maar die twee culturen als cadeau meekrijgt in het leven. Ja. Hè? Ja. En ook iets, een verhaal waarover we kunnen doordenken, toch? Zeker. En tegelijkertijd, wat ik mooi vond, is in de lezing zegt Tessa op een gegeven moment, de lijn verbrak. Ja. En ik zou heel graag van haar willen weten wat dat met haar deed. Want als je juist iemand bent die de verbinding steeds maakt, letterlijk de verbinding maakt, continu tussen twee culturen. Ja. En letterlijk als je iets probeert uit te leggen aan de ander en de lijn verbreekt letterlijk, maar ook figuurlijk. Want die mevrouw die wou haar gewoon niet begrijpen. Ik zou het heel interessant vinden als Tessa ons kan meenemen in wat dat met haar doet. Ja, gaan we dat zo vragen? Ja. Zeker, ja, natuurlijk. Ook een opmerkelijke stelling, denk ik. Niet alleen het onderwijs is zaligmakend, blijkbaar. Nee. Dat is terecht wat je ook zegt. Van, we zijn wel, ook wij zijn zo opgevoed. Ik ook in Suriname. Ik heb ook mijn hele jeugd in Suriname doorgebracht. En alles uit Nederland was mooier, beter. De Nederlandse taal was beter. Als je dat maar sprak. Hè, vooral geen Surinaams praten. Want dat noemden we toen zelfs ook een heel lelijk woord. Hè, Neger Engels werd het genoemd. Ik weet dat gelukkig bij ons thuis mocht dat al sowieso niet. Mijn vader zei altijd, het is Surinaams of Sranantongo. Die was daar heel keen op, gelukkig. Dus ik had wel iets geleerd van beter nadenken over bepaalde concepten. Maar daarbuiten was het wel zo, het Nederlands was zaligmakend. Nederland als zodanig was zaligmakend. Ja. Dus je zou pas vooruit kunnen komen als je heel goed Nederlands zou ik spreken. Mm-hmm. Maar ook dat je moet ook de witte man gaan kopiëren, wil je succesvol zijn. Je ziet nu wel gelukkig, ook in mijn eigen stadsdeel, Amsterdam Zuidoost, zie steeds meer mensen, vooral jonge mensen, maar ook ouderen, 53-jarigen en verder, die een hernieuwd bewustzijn hebben. Die zeggen van wacht, ho, stop, maar wat ik meebreng is ook sterker, is van meerwaarde. Is niet ook van meerwaarde, maar is van meerwaarde. En ik denk dat wat ik mooi vind in de boeken van Tessa, is dat zij eigenlijk daar al een voorloper in is geweest. Voordat ik zelf had ontdekt van, maar eigenlijk ben ik in zichzelf als Surinaams-Nederlandse vrouw heel veel waard. Ja. Beschreef zij dat al. Dus daar is een enorme inspiratiebron in. Voor niet alleen voor mij, maar dus ook voor heel veel andere mensen. Ja. En daarom ook dat ik het spannend vind dat zij in haar eigen lezing juist ook wel die worsteling aangeeft van het proberen continu te ontdekken wie zijn wij? Wie zijn wij in een globaliserende wereld? Wie mogen wij zijn in die globaliserende wereld? Maar ook vooral in hoeverre pakken wij daar ook onze eigen verantwoordelijkheid in? En volgen we het voorbeeld van Frits? Ja. Want Frits pakt zijn verantwoordelijkheid daarin. Ja. Sterker laat zich door niets of niemand iets vertellen. Ja. En ik snap heel goed dat dat een held moet zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Dus sluit naadloos aan op jouw ervaringen. Ja, zeker. Ja, zeker. Oké, we gaan naar Tessa toe. Geweldig. Tessa Leusja in Paramaribo dus. Welkom in de uitzending, Tessa. Dankjewel. Ja, leuk, vervreemdend, maar ook leuk om je op deze manier te zien natuurlijk. Ja. Tanya Jatnanan Singh zit hier. Het is ontzettend wennen, maar welkom in mijn huiskamer. En dat is dan weer uniek. Ja. Ja, klopt. Het bezoek heb vandaag. Het ziet er ook heel warm uit en prettig. Ja. Dus we voelen ons welkom. Ja hoor. Ja. Ja. We krijgen allerlei huiskamers in de wereld nu te zien die we nog nooit gezien hadden. Dus alleen, krijg jij nou niet enorm trek in Orsjado of zoiets, gemberbier? Michiel? Ik heb alleen maar een glaasje water hier. Nee, dat wil ik niet. Zeg, vertel, hoe is de situatie in Suriname op dit moment? Wij zijn hier in een partiële lockdown. Dat is een gevleugelde term hier geworden. Ja. En dat wil zeggen, de luchthaven is dicht. Niemand kan erin, niemand kan eruit. We hebben een avondklok. Vanaf 8 uur mag je niet meer op straat. Dat betekent dat voor 8 iedereen op straat is opeens. Ongelooflijk druk. Ik weet niet waar iedereen naartoe gaat, want heel veel kantoren, scholen zijn gesloten. Het is een onwerkelijke situatie. Goed, alles heeft ook weer een voordeel. Je bent thuis, je komt op een bepaalde manier tot rust en doet andere dingen. Ik doe yoga iedere ochtend, ik heb nooit yoga gedaan. Plotseling lig ik hier iedere ochtend op mat yoga te doen. Ja. En je volgende boek zal wel klaar zijn voor de helft?
Nou ja, die inspiratie heb ik nog niet gevonden. Want het is ook een tijd waarin je heel afgeleid bent door wat er allemaal gebeurt. Ja. Want iedereen moet voortdurend ventileren hoe het nu staat en hoe het gaat. Ja. Maar goed, ik heb de lezing kunnen afronden die jullie net hebben gezien. En ik was blij dat ik daar de rust en de tijd voor had. Ja, we zijn heel, heel blij. Mooie, inspirerende lezing. Actueel ook. Ja. Daar hadden we het even over. En onmiddellijk kwam Tanja met een hele goede vraag. Dus die kan ze jou nu voorleggen. Ja, Tessa, want als ik jou ook zo in je lezing hoor, het prachtige hoe je steeds die brug slaat tussen twee culturen. Continu probeer die verbinding echt te maken. Niet eens probeert, het lukt je ook vaak om die verbinding te maken. En tegelijkertijd op eigenlijk een heel belangrijk moment in jouw leven wordt de verbinding verbroken tussen jou en België. Met een mevrouw die naar mijn smaak, zijn niet jouw woorden, mijn woorden, maar best neerbuigend doet. Terwijl jij die brug probeert te slaan, krijg je eigenlijk een klap terug in een soort neerbuigendheid waarvan ik denk, stukje, dat is echt jammer. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Hoe heeft het bij jou, hoe is het bij jou binnengekomen? Ja, goed, ik heb die brug letterlijk in mij. Hè, ik ben een kind van twee culturen, zoals ik dat zeg. Dus ik draag die brug mijn hele leven al mee. En ik ben letterlijk een koloniaal product, zou je kunnen zeggen. dat was een inspiratiebron ook voor mijn eerste roman, The Parbo Blues. 2005 vond dat gesprek plaats, waarover ik vertel. En op het moment dat ik toen, 2005, behoorlijk lang geleden, was daar nog weinig draagvlak voor het delen van koloniale verhalen. Weinig ruimte en weinig begrip om daar op een breder podium aandacht voor te vragen. En op het moment dat ik dat eigenlijk voorzichtig deed, en die lijn dus werd verbroken, dat voelde echt als een deksel op mijn neus. Ja. Als een berisping. Als een berisping, tot hier en niet verder. Ja. En dat was heel pijnlijk, ook omdat ik dan alleen in de woonkamer achterbleef, met al mijn dromen en idealen die ik in dat boek had gestopt. Dat is me best lang bijgebleven. Ja. En dat levert ongetwijfeld weer stof op voor meer verhalen. Want kennelijk had ik dus nog echt een taak om daar die brug verder te gaan. Maar die lijn, de telefoon werd er echt opgegooid, zeg maar. Nou, ik weet niet. Dat wil ik niet zeggen. Ze hadden natuurlijk een timing. Het was een programma. Het was live. Ze hadden ongetwijfeld een tijdslot en stond er zoveel minuten voor het gesprek met mij. Ja. En dat dreigde dus in een discussie mogelijk te gaan verzanden. Dat was misschien de reden. Ik heb dat nooit geweten. Ik weet alleen dat mijn onderdeel was afgelopen op een moment dat het voor mij eigenlijk pas begon. Ja, ja, ja. En dat was dat is misschien een beetje zuur. Des te opmerkelijker eigenlijk. In zekere zin zelfs verklaarbaar, maar ook opmerkelijk dat natuurlijk de Vlamingen vaak een defensieve houding hebben gehad tegenover het hegemonistische Nederland, juist. Ook in de cultuur. Ja. Dus dan zou je juist een soort solidariteit verwachten met andere gebieden, maar men is nog bezig zijn eigen veldje te verdedigen blijkbaar. Het is een tijd geleden. Ik kan me voorstellen dat er in Vlaanderen ook veel meer ruimte nu is voor ander soort verhalen. Hè. Een boek als Congo is veel later bijvoorbeeld uitgekomen. Ja, dat had in 2005 misschien ook niet kunnen verschijnen. Misschien was daar geen animo voor. Dus het was ook tijdgeest. En de tijdgeest is nu, met name in Nederland, maar waarschijnlijk ook in Vlaanderen, rijp voor het bespreekbaar maken van dit soort thema's. Nou ja, deels. Want ik herken ook wel, of tenminste bij mij resoneert heel erg die berisping. Ik heb wel vaak het gevoel dat je wordt toegelaten tot op zekere hoogte. En het moment dat die zekere hoogte iets te hoog wordt, dan krijg je een berisping. En dan moet je wel eventjes je plek kennen. En dat vind ik zelf heel erg spannend. En ik ga dus zelf, ik denk dat ik wat dat betreft een beetje op jou lijk. Want ik ga daar ook met een soepelheid probeer ik daarmee om te gaan. Ik probeer het altijd positief te keren. En tegelijkertijd heb ik wel zelf tot op heden ten dagen, dat ik af en toe echt inderdaad deksel op mijn neus voel en ik voel hem hier branden. Maar ik denk wel, ik laat me niet klein krijgen. En daarom vind ik jouw lezing zo interessant, de titel van Op de zoektocht naar helden en heldendaden. Want het moment dat je als mens ook helden kan hebben en die helden lijken ook een klein beetje op jou, dan kan je jouw eigen verhaal, althans ik vind dat ik dan de permissie krijg
om ook mijn verhaal te vertellen. Omdat er helden voor mij zijn en helden naast mij staan, die maken dat ik ook mijn verhaal kan vertellen. Dus het is vaak, tenminste toen ik in de Tweede Kamer zat bijvoorbeeld, heb ik me vaak heel alleen gevoeld. En heb ik me heel vaak berispt gevoeld, alleen al om dit accent dat ik heb. He, dat mensen op Twitter mij uitscholden van hoe durf ze met dat accent in de Tweede Kamer te zitten. Ze moeten opdonderen. Niet kijken naar de inhoud. Ja. Niet kijken naar dat je daadwerkelijk gewoon je stukken goed hebt voorbereid en echt een debat kan voeren. Werd er berispt. He? Wie denk je wel dat je bent? Tegelijkertijd als je helden hebt die naast je staan en die met jou samen doen, dan wordt het een stukje makkelijker. Dus daarom vind ik jouw lezing ook zo prettig. Dat ik denk, hé, heerlijk. Ja, als je, ik heb een held, dus ik besta. En die helden zijn bij jou niet altijd de grote historische. Nee, ook, dat is ook zo mooi. Ja. Toch? Ja, dat ook. Hè. Je hebt wegbereiders nodig. Ik denk dat iedereen wegbereiders nodig heeft. Daarom noem ik ook even dichters en schrijvers voor mij. Die natuurlijk ook al bezig waren met thema's als immigratie en het koloniale verleden. We hebben allemaal wegbereiders nodig. Maar vaak zijn de helden ook onzichtbaar. Ja. En in mijn laatste boek Fantasie Stilte, waarin ik mijn oma opvoer als een sterke, krachtige vrouw die ondanks vele onmogelijkheden toch knokte en ervoor zorgde dat haar kinderen naar school gingen, wat voor haar belangrijk was, maar ook zelf probeerde kleine momenten van vreugde te beleven. Ik denk ook dat we moeten kijken naar de helden om ons heen, die een voorbeeld kunnen zijn en die op hun eigen terrein, in hun eigen wereld, een rolmodel zijn voor anderen. Zoals ik noemde, iemand als Frits in dat tropisch regenwoud. Ja, voor hem staat de Nederlandse taal en naar school gaan en studeren, dat is natuurlijk een brug te ver. Ja. Die op zijn eigen manier zijn eigen koninkrijkje schept. En daarin een held is. En je nieuwe boek, daar ben je eigenlijk niet zo bezig met creëren van helden, of vind je van wel? Nee. Wat ik altijd probeer te zoeken in mijn werk is het individu in de grote geschiedenis. Als je iets wil weten over de koloniale geschiedenis, dan kun je een wetenschappelijk boek pakken. En er zijn geweldige boeken geschreven. Zeker. Met alle jaartallen en alle feiten. Wat mij altijd boeit is hoe werd het beleefd door mensen? Mm-hmm. En dan van alle kanten. Ja. Als je die koloniale geschiedenis beschouwt even als een steen en je houdt die omhoog en je zal hem van alle kanten belichten. Hoe was dat? Hoe werd dat beleefd voor iemand uit verschillende kanten van het systeem? En dan is het opmerkelijke, daar gaan we nu naar kijken. Jouw nieuwe boek Plantage Wildlust komt vandaag dus uit. Je hebt het dus zelf daar niet. We gaan even naar een filmpje kijken. Daar heb jij zelf voor gezorgd, gelukkig, natuurlijk, met de mensen om jou heen. En we krijgen een leuke indruk van jouw nieuwe roman, Plantage Wildlust. Begin 20e eeuw. Op Plantage Wildlust in Suriname wil Oscar Brouwer een nieuwe start maken als directeur. Ver van zijn tyrannieke vader in Middelburg. De slavernij is voorbij. Contractarbeiders plukken de koffiebessen. Via de beschaafde Oscar ontsnapt ook Janna, zijn modieuze vrouw, aan een beklemmend milieu. Ze hoopt op vriendschap met Alma, de huishoudster, en verlangt hevig naar een gezin. Wildlust is een wrede plek. Tegen de zwarte opzichter Kreepsburg kan Oscar nauwelijks op. De vrije arbeider Rudolf bewaart tussen hen een wankel evenwicht. Als Janna een school wil beginnen, wordt ze geconfronteerd met Kreepsburg en wendt Alma zich van haar af. Oscar beseft dat hij voor een onmogelijke keuze staat. Moet hij zich vermannen en gaan lijken op zijn vader, of dreigt hij dan alles te verliezen wat hem lief is? Janna en bovenal zichzelf. Wat een enorm spannende film. Je wil het boek meteen en onmiddellijk gaan lezen. En dan een historische roman over de 20e eeuw. Hè? Ja. Dus de jaren 10 van de vorige eeuw. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ik eerder een roman daarover heb gelezen. Geloof het niet. Ik ook niet. Hè? Nee. Dus even kort jouw eerste indruk. Want jij hebt hem gelezen. Ja, ik heb het boek gelezen met heel veel plezier. Ik heb hem ook hier in mijn schoot. En het is letterlijk ook, zoals ik het voel, het is mij in mijn schoot geworpen. Mm-hmm. Want inderdaad, wat jij terecht ook zegt, het is nieuw.
Het is een, kijk, het vertellen over vroeger in Suriname, slavernijverleden, dat is niet nieuw. Maar wat hier heel nieuw en innovatief aan is, is precies wat jij ook net terecht zei. Het is fris. Het is net eventjes van deze tijd. Je kunt je ook echt, tenminste iedereen kan zich ook relateren aan personen in dit boek. Ik heb mezelf ook echt gerelateerd aan de blanke dame in het boek, Jana. Ik zou dus heel graag ook van Tessa willen weten, hè, van, omdat we ook heel weinig tijd hebben helaas om een heel groot en meeslepend gesprek over dit boek, zou ik heel graag willen met jou. Maar ik zou van jou willen weten, van waarom vind jij dat mensen dit boek moeten lezen? What makes the heart tick? Wat ik belangrijk vond is om die geschiedenis, en dit stuk geschiedenis inderdaad, wat Michiel zegt, dat het nog niet vaak aan bod is gekomen, die is te belichten van verschillende kanten. Mm-hmm. Dus ik heb verschillende personages opgevoerd. Wit planters-echtpaar, een zwarte huishoudster, een zwarte opzichter en natuurlijk de arbeiders, Hindoestaanse, Japanse arbeiders op de plantage wonen. En ik heb geprobeerd om iets van hun verlangens en hun dromen en hopen in dat boek weer te geven. Om te laten zien dat iedereen, ieder mens, ja, natuurlijk op zijn eigen manier te dealen had met die situatie, met de kookoven die een plantage was. Mm-hmm. En dat laat het denk ik het beste voelen als je kunt meeleven met mensen, ja, die ik opvoer. En ze ook begrip kunt krijgen voor het standpunt van het wit planters-echtpaar dat daar min of meer gedropt, ja, is. Ja. Toen ik de aankondiging, ja, zag, toen dacht ik, nou, dat wordt natuurlijk plantage Frederiksdorp, hè, waarvan, ja, ja, jouw echtgenoot mede-eigenaar is. Maar dat is dus niet zo. Mede-eigenaar, ja. Ja. Je had een heel specifieke reden. Want dit is plantage Peperpot eigenlijk, waar, ja, het verhaal op is gebaseerd. Aan de overkant van de Suriname rivier vanuit Paramaribo gezien. Hè? Wat ja, is de voornaamste reden dat het daarover ging? Dat is eigenlijk puur toeval. Omdat ik in contact kwam met een familie die daar 75 jaar de wind heeft gevoerd over plantage Peperpot, de familie Jansen. En die hebben een geweldig archief bewaard met foto's en vooral brieven. En ik mocht daaruit putten. En ik ben die familie ontzettend dankbaar dat dat mocht. Want uit de brieven sprak een heel rijk beeld van hoe ingewikkeld het was om op zo'n plantage te wonen en te leven. Hoe ingewikkeld de lijnen tussen de mensen die er woonden waren. Ja. Sowieso op het gebied van cultuur, op het gebied van hiërarchie en status. Maar ook met een soort almachtige investeerder in het buitenland. In dit geval de Nederlandse Handelmaatschappij. Ja. Die eigenlijk van ver de poppetjes aanstuurde. Ja. Dus op de plantage zat iedereen in een verschillende laag van hiërarchie. Wel in hetzelfde moeilijke schuiven. En was het een gradatie van je had het slecht, ja, minder slecht, ja, of slecht. Ja. Ja. Maar het was niet makkelijk. Het was niet makkelijk. En tegelijkertijd wat ik dus echt waarom ik zou willen dat iedereen dit boek moet gaan lezen, is dat je in staat bent om iedereen een plek te geven en iedereen in hun gemak en in hun ongemak in het verhaal een gezicht te geven. En ook echt in de mensen hun hoofden te kruipen. En dat vond ik slim in dit boek. Omdat we hebben van alles gelezen op school. En dat ging altijd over, tenminste mijn perceptie van de mensen die dan de baas waren van zo'n plantage. Dat allemaal mensen waren die waren heel wreed. Die hadden zelf geen geweten en eigenlijk geen verhaal. En je hebt ze een gezicht gegeven. Dat vind ik prachtig. Ja, ik wilde echt voorbij, noem het nu even clichés, natuurlijk ook heel vaak waarheden, maar ik wilde de nuance opzoeken, ja, want die is er ook natuurlijk geweest. En zo heb ik ook bewust een zwakke schurk gecreëerd, omdat in zo'n systeem, een systeem gebaseerd op geld verdienen, hadden mensen natuurlijk individuen hun persoonlijke belangen. Ja. En die waren vaak gebaseerd op hoe haal ik mijn voordeel uit deze situatie? Precies. En hoe kan ik beter af zijn ten opzichte van de ander? En al die intriges eigenlijk tegen een prachtig landschap, want dat staat recht overeind, prachtige rivier, ja, prachtige kust, een prachtige natuur. Okay. Maar mensen bij elkaar in zo'n kookoven, hoe werkt dat uit? En dat las ik natuurlijk uit die brieven.
hoe ingewikkeld die verhoudingen lagen en hoe moeilijk het was om daartussen te laveren. Dat boeide mij enorm. Ja. Oké, okay, we moeten afronden. We moeten helaas afronden. We kunnen nog uren praten, maar het zit erop. Wat mij betreft is in ieder geval de verbinding nu wel weer gelegd. Ja. Goed, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Tessa Leosja bedanken we natuurlijk ontzettend hartelijk in Suriname. We wensen haar alle sterkte daar met de toestanden. En natuurlijk veel succes bij het schrijven. Wij willen natuurlijk de Oba hier bedanken, die onze gastheer was. Verder veel dank aan Jamie Risso-Semito, die de montage en het camerawerk heeft gedaan van de opnames in Suriname. En ook Cyrano Zalman. En verder willen we graag bedanken Marijke Toelstra van de OBA, uitgeverij Augustus, die dus het onderdeel is van uitgeverij Atlas Contact, waar de nieuwe roman ook is verschenen, Plantage Wildlust van Tessa Leosja. En dan natuurlijk last hier Tanja Jatnan-Hansien, voorzitter van de stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuidoost. Ja, hele mond vol. Ja, dat is een hele riedel, fijn dat je er was. Superleuk om er te zijn. Als jij zo goed wil zijn, tapadoro. Ay, mo tapadoro. Okay. Tot ziens.